kijk eens wat een mooie aardeslaai Joop van Maal hier heeft. Ja, Joop heeft hier nog een hele mooie oude koets. Joop, wat welk jaar is die, weet je dat zo? Nou, dat is van rond 1900. Rond 1900? Een Duitse kerkwagen noemen ze dat vroeger. Een brik. Nou, dus hier gingen de mensen mee naar de kerk eigenlijk. Oh ja, en op visite en zo, ja, uit de kerk vandaan op visite, zoals meestal, hè? De poes hoort er niet bovenop eigenlijk. Oh! Die rijdt vrij mee. Nee, dat is geen oude poes, hè? Geen oude poes, kaarslampen zijn er hierop. Ja. Het is een heel oude, heel oude. Ja, schitterend ding. Moet je binnen ook nog kijken, even zo. Er staat een zakje voor de centenbak. Dat zie je wel. Oh ja. Hier deze de kernboeken en zo, weet je wel, vroeger in. Ja. Die kunnen we ook openhalen. Zo, we bekijken het nu even van de andere kant. Joop, je laat hem nog een keer te zien. Ja, ik weet niet of het een beetje te zien is op de film hoor, want het is nogal donker blauw natuurlijk. Hier bewaren ze namens de kerkboeken mee in de tijdschrift. Oh ja, zo kunnen we hem goed zien. Ja. Nou, netjes zo Joop. Ja? Ja hoor. En nou, hartstikke bedankt hè. Voor de mooie opname. Graag gedaan. En ook bij Rijn Pista is het heel mooi geworden. Kijk eens, een mooie koets met een paard ervoor. Weliswaar een houten paard, maar hij is toch heel erg mooi. Ook een houten paard kan mooi zijn. Zo is het. En nu gaan we even naar die mooie oude boerenkar toe daar zo. Schitterende boerenkar uit 1892. Vertelt net dat het is zonder schakelstuurder, die kan niet echt krap draaien. Nou, het is wel een schitterende kar, Joop. En de gebroeders Koster hebben een hele mooie boerenkar in de tuin staan.